Zoetermeer heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Het eens kleine dorp te midden van uitgestrekte polders werd in 1962 aangewezen als groeikern om de woningnood in Den Haag op te vangen. Zo groeide Zoetermeer in slechts enkele decennia uit tot een stad van meer dan 110.000 inwoners. De wortels van Zoetermeer zijn echter tot op de dag van vandaag bewaard in de historische kern, die als een klein juweel omsloten wordt door alle nieuwbouw. Het centrum van de historische kern is de Dorpstraat, waarvan de oorsprong teruggaat tot de 13e eeuw. Toen verhuisden de boeren van de rand van het Zoetermeerse meer en de Zegwaartseweg naar deze plek. In die tijd is het tweelingdorp Zoetermeer-Zegwaart dan ook feitelijk ontstaan. Beide dorpen deelden één kerk, de Oude Kerk, en lagen langs dezelfde straat. Tot aan de samenvoeging van de gemeenten in 1935 lag de grens op de Delftse Leidse Wallen, vroeger een brede vaart met een stenen brug die de dorpen met elkaar verbond. Het welvarende dorp Zoetermeer lag ten westen van de vaart. Armere Zegwaart ten oosten daarvan. Nog steeds is het verschil in de bebouwing van de Dorpstraat te zien. Het Zoetermeerse deel met de riante villa's op ruime percelen en het Zegwaartse deel met een kleinschalige, aaneengesloten bebouwing. Dat de Dorpstraat niet planmatig is aangelegd, maar in de loop van de eeuwen is gegroeid, is nog te zien aan de telkens verspringende rooilijn. Maar liefst 18 gebouwen in de Dorpstraat worden tot het historisch erfgoed gerekend, waaronder vele tientallen gemeentelijke en rijksmonumenten. We gaan nu van oost naar west door de Dorpstraat op excursie, waarbij we steeds even stilstaan bij een interessant pand. We starten in het Zegwaartse deel. Helemaal aan het begin van de Dorpstraat staat een restaurant dat vroeger een pakhuis was. Dat pakhuis uit 1879 is, in opdracht van de koopman boer Pieter Adergeest, naast diens boerderij gebouwd. Later werd dit het graanpakhuis van de molenaar van de Korenmolen, gelegen aan de Stationsstraat. Dit herenhuis is in opdracht van Arie van der Spek gebouwd, in 1902, waarschijnlijk door timmerman Jan van Os. Boterhandelaar van der Spek woonde hier tot zijn overlijden in 1966. Ook deze voormalige pastorie is door Jan van Os ontworpen en in 1909 gebouwd als woning voor de dominee van de gereformeerde kerk die hiernaast stond. Winkelier Gerrit Pieter Roos liet dit pand in 1922 door timmerman Jan van Os bouwen. Oorspronkelijk was links het woonhuis en rechts de winkel gevestigd. Qua omvang en assortiment maakte het warenhuis destijds een enorme indruk. In dit 17e eeuwse woonhuis met bedrijf zijn timmermannen, riedekkers en antiquairs gevestigd geweest. Schilder de Wilde had hier in de eerste helft van de 20e eeuw zijn werkplaats. De huidige gevel van deze winkel is waarschijnlijk uit 1880. In 1911 kocht Jan Cornelis Vos de zaak. Met haar garen- en bandwinkeltje was mevrouw Vos tientallen jaren een begrip in Zoetermeer. Deze werkplaats, annex woning, werd rond 1850 gebouwd voor winkelier Jan Swiep. In 1877 werd het pand verkocht aan Cornelis Brinkers. Rond 1950 had de heer Jacobs hier nog een zadelmakerij. Deze bakkerij met winkel in 1861 in opdracht van Klaas van den Boon gebouwd. Het pand is altijd als bakkerij in gebruik gebleven. Binnen is de bakkersoven uit die tijd nog aanwezig. Dit voormalig schoolgebouw is een opdracht van de Vereniging der Christelijke School door architect Jan Dekker in 1931 gebouwd. Meester Nieuwenhuizen was jarenlang bovenmeester. Aan het eind van de 20e eeuw is de school verbouwd tot restaurant.
Dit voormalige koetshuis uit de 18e eeuw werd waarschijnlijk tot 1841 gebruikt als woonhuis en daarna verbouwd tot wagenschuur. Later werd het koetshuis eigendom van de familie van graanhandelaar Pieter van Beek. Dit herenhuis werd in 1893 in opdracht van dezelfde Pieter van Beek gebouwd. De familie Hekker had dit zeer grote huis in de 20e eeuw in gebruik als winkelbakkerij. Burgemeester W. van Galen verbouwde in 1842 twee woningen tot één pand, dat vanaf 1927 door A. van Waai als winkel in gebruik werd genomen. In dit voormalige rechthuis uit de 17e eeuw werd door Schout en Schepenen recht gesproken. In de 19e eeuw werd dit pand gebruikt als raadhuis van Zegwaard en herberg de Jonge Prins. Achter het huis bevond zich een overdekte kolfbaan. Deze voormalige graanschuur werd in 1892 gebouwd in opdracht van graanhandelaar Pieter Magie Lammens. Na eerst gebruikt te zijn als graanpakhuis werd het een kaaspakhuis. In de jaren 70, gestimuleerd door de culturele kring De Zegbloem, is het verbouwd tot theater en bioscoop. Dit voormalig pakhuis werd in 1903 gebouwd in opdracht van stalhouder Engel Willem Ooms, die ook herberg De Jonge Prins aan de Dorpstraat exploiteerde. Van 1940 tot 1957 gebruikt als vergaderplaats van het Apostolisch Genootschap. In 2004 verbouwd tot restaurant. Graanhandelaar Pieter Magie Lammens liet dit woonhuis in 1892 tegelijk met het graanpakhuis hierachter bouwen. Later was het huis wijkgebouw van het Groene Kruis en de Volksuniversiteit. Het achterhuis van dit woonhuis dateert mogelijk nog uit de 18e eeuw en is sinds 1798 eigendom van dezelfde familie gebleven. Schilder Jacob de Kater liet de winkel in 1920 door timmerman Jan Bouwman junior opnieuw optrekken. Dit winkelwoonhuis was van ouds een bakkerij die in 1902 eigendom werd van Pieter Jongerius. De voorgevel dateert uit 1923. En is ontworpen door J.F.B. van Tilburg uit Noodorp. De bakkerij is eind jaren 1990 elders gevestigd. Hier staan we nu op de grens van de voormalige dorpen Zegwaard en Zoetermeer. Het licht staat op groen, we betreden het Zoetermeerse gedeelte. Op de plaats van het oude postkantoor ontwierp architect Jan Dekker in 1935 dit winkelwoonhuis voor winkelier Gerard van Dorp. Kenmerkend voor Dekkers stijl zijn de lage ramen en de erker met halfronde daktegels. Deze voormalige artsenwoning in neo-renaissance stijl uit 1888 is jarenlang bewoond geweest door Zoetermeerse artsen, onder wie A. Meerburg en L. van G. Schaefer, die in de volksmond dokter Scheffer heette. Hier werd sinds 1965 in de gutterij achter de winkel boekwijd tot gutten vermalen. De firma Verhoef, sinds 1840, vernieuwde omstreeks 1885 het woonhuis met de winkel. In 1968 brandden de bedrijfsgebouwen op het achterste erf af. Rond 1820 werd een rij van drie huisjes gebouwd. Eigenaren van het linkerpand waren onder meer baardschilder en klokkenmaker. De Nicolaas Parochie huisvestte hier ook kosters. Het kerkbestuur van de Nicolaaskerk gaf de firma Bik en Breedveld in 1928 opdracht om naast de meisjesschool deze bewaarschool te bouwen. Later heette de kleuterschool het Kwetterennest. De pastoor metselde in 1867 een gedenksteen in de zijgevel van de nieuwe pastorie, die gebouwd is naar ontwerp van G. van de Vogelpoel. De gebrandschilderde ramen van A. Asperslaag uit 1950 bespaarden vele meters vitrage. De Nicolaaskerk is ontworpen door J. Stuit.
Pastor W.J. Turnhout stond in 1915-1916 op de steigers de werklieden aan te sporen. Dit woonhuis uit 1817 werd na 1858 door de Nicolaasparochie als klooster gebruikt voor de zusters Franciscanen van Oudenbos. In de school, gebouwd in 1875, achter het woonhuis, werd door de zusters tot 1864 onderwijs gegeven. Al eeuwenlang is hier een bakkerij gevestigd, vanouds bekend als het Vergulde Speculaasje. Sinds 1835 is de bakkerij eigendom van de familie Pietersen. Op de plaats van een smederij ontwierp L.M. Groenewegen voor het parochiebestuur van de Heilige Nicolaas in 1909 dit dubbele woonhuis. De fundering bestaat uit 50 halve tonnen met palen van 3,5 meter. Dit pand is in 1783 gebouwd in opdracht van notaris Hendrik de Lafaye en tot 1935 bewoond door de Zoetermeerse notarissen. De voorgevel kreeg waarschijnlijk in 1872 zijn huidige uiterlijk.